De suppletoren staatsbegroting 2024 is gisteren in de Nationale Assemblée aangenomen met algemene 26 stemmen. De fracties van de NDP en BEP verlieten de vergaderzaal toen de regering het woord zou nemen. Ze hadden verzocht om een overleg met de commissie van rapporteurs en minister Stanley Ragubasing van Financiën en Planning over de aangebrachte wijzigingen. Aangezien dit overleg niet plaatsvond, besloten beide fracties de vergaderzaal te verlaten. Aziz Kumar Gayadin, voorzitter van de commissie van de rapporteurs, verduidelijkte dat er alleen aanpassingen zijn gedaan in de aanvullende begroting. Waar er budgetneutraal aangepast wordt, dat wil zeggen dat het gaat om verschuivingen binnen de verschillende begrotingsposten. En natuurlijk maken we gebruik van de mogelijkheid om aandacht te vragen voor een aantal zorgpunten die te maken hebben in de beleidsuitvoering. Wij hier in het parlement hebben plicht als er een nota van wijziging of een suppletorenbegroting wordt ingediend om daar kennis van te nemen, te bespreken met de regering. Minister Stanley Ragubasing had eerder verklaard dat de salarisverhoging voor ambtenaren de belangrijkste reden was voor de wijziging van de begroting van 2024. In overleg met de ministers werd besloten verschuivingen door te voeren.